De Surinaamse bankwerknemersorganisatie DSBWO heeft in het kader van haar 50-jarig bestaan gisteren enkele sociale instellingen bedacht. Dit is de eerste van een aantal activiteiten die de bond organiseert in verband met haar jubileum. Stichting De Mantel, Huizen Asiana, Kindertehuis Liliendaal en Kindertehuis Saron mochten elk een cheque ter waarde van 5000 SRD in ontvangst nemen. Volgens Robbie Berenstein, voorzitter van DSBWO, gaat het om twee belangrijke groepen in de samenleving die bedacht zijn. Het zijn twee groepen die we gaan gedenken. Ja, belangrijk in onze samenleving. Ook groepen waar de DSBWO zich in onze 50 jaar altijd voor heeft ingezet. Het zijn kinderen en, we gaan niet zeggen bejaarden, seniorenburgers. Ja? En het zijn seniorenburgers. We hebben daarvoor vier instellingen uitgekozen. Ja, die ook die twee groepen vertegenwoordigen. In onze cao's hebben we ook enorm veel aandacht besteed aan deze twee groepen. Ja. Middels het gedenken, ja, willen we toch een signaal sturen naar die samenleving als totaliteit, dat het twee niet te verwaarlozen groepen zijn. De kinderen, die eigenlijk de toekomst zijn, en onze seniorenburgers, die eigenlijk de hoeksteen zijn waar wij vandaag op voortbouwen. Berenstein zegt verder dat de bond zich in de afgelopen 50 jaar heeft ingezet voor de leden, maar ook voor de bank in haar totaliteit. Op nationaal niveau heeft de bond een bijzondere bijdrage geleverd, zegt hij trots. De bondsvoorzitter vindt deze jubileumperiode heel bijzonder. René, op het noordelijk halfrond, waar je vandaan komt, is het de laatste dag van de winter. Morgen begint de lente. Ja, dan krijg je weer al die bloemen daar. Ja, bomen gaan weer spruiten. Ja. Religieus bekeken, de Hindoes, die hebben net hun pagwa gevierd, ja, waar ze al die slechte eigenschappen verbranden, dus een hernieuwde mens gaat vaststaan. Ja, christenen, symbolisch, worden onze zonden gekruisigd, ja, op Pasen, waardoor weer een hernieuwde mens van start gaan. DSBWO die is ook voor vernieuwing. Tot zover Robbie Berenstein, voorzitter van de Surinaamse Bankwerknemersorganisatie. De bond heeft gisteren enkele sociale instellingen bedacht in verband met haar 50-jarig bestaan.